Goedemorgen, mijn naam is Stefan Rickert. Ik werk als promovendus aan de TU Delft. En ik hou mij onder andere bezig met het nut van boezemcompartimentering. Daar gaan we het vandaag ook over hebben. Ik ga eigenlijk een beetje door op het verhaal van Pieter Jan hiervoor. Ik ga alleen iets technischer erop in, niet te technisch. Maar ik ga meer de kant op van de overstromingsrisico's. En je ziet hier op de eerste slide het logo van de TU Delft, waar ik werk. Maar ook het logo van de STOA. En dat is omdat wij als TU Delft nauw samenwerken met de STOA. En dat gaat in de praktijk als volgt. De waterschappers lopen in de praktijk soms tegen bepaalde problemen, uitdagingen aan. In samenspraak met het STOA komen hier kennisvragen uit, die worden doorgespeeld. Sommige van die kennisvragen naar de TU Delft. En daar proberen wij als TU Delft op een wetenschappelijk verantwoorde manier antwoord op te geven. Goed, en die samenwerking leidt natuurlijk tot verschillende onderzoeken. Zo houd ik mezelf bezig met afhankelijkheid, hydraulische belasting in boezemsystemen, waar ik het zo meteen over ga hebben. Collega's van mij hebben gekeken naar de toepassing van risicobenadering op regionale keringen en op regionale kunstwerken. En de STOA is ook betrokken in projecten als All-Risk, Safe Levy en Floodproof Holland. En ook nog een aantal andere projecten die ik hier niet ga noemen. Goed, ik liet de term net al vallen, afhankelijkheid in hydraulische belasting in een boezemsysteem. Dat is helemaal mondvol. Maar wat bedoel ik hier nou eigenlijk mee? Dat heb ik geprobeerd uit te drukken in twee figuren. Stel je een boezem voor met een aantal polders eromheen. Het regent heel hard, water wordt in de boezem gepompt. De boezempeil stijgt, tot op een gegeven moment het boezemwater stand zo hoog is dat een van de keringen het niet meer aan kan. Dat is wat je hier ziet. Er ontstaat een bres, water loopt de polder in. Uiteindelijk zal die boezemwaterstand dalen. Dat hebben we net in de vorige presentatie ook een paar keer gezien. En de overlevende keringen worden als het ware ontlast. Die zullen niet meer falen in de zin van dat water die polders, de achterliggende polders, instroomt. Dit principe is niet iets nieuws. Dit wordt vooral voor riviersystemen is er een nodige onderzoek gedaan naar die systeemwerking, dus die afhankelijkheid in keringen. En ik heb hier een voorbeeld bovenin van de Maas en de Waal. En je ziet hier wat er gebeurt als er een bres optreedt, of wat er kan gebeuren als er een bres optreedt langs de Waal. Dan kan vanwege de ligging van die polder, kan eigenlijk het water door de bres, via de polder, de Maas instromen. Waardoor je in de Maas een hogere belasting hebt. En eigenlijk wordt daardoor de vaalkans groter. En dat wil je dus juist niet. Hier een voorbeeld uit de Bruin et al, van de Rijn en de Maas. En wat er nou gebeurt als je die systeemwerking meeneemt. Dan zie je die zwarte stipjes laten zien wat het aantal bressen is bij een bepaald gebied. Als je niet systeemwerking meeneemt, neem je dat wel mee. Neemt het totaal aantal bressen behoorlijk af. En dat is natuurlijk omdat als er bovenverstroomd een dijkdoorbraak plaatsvindt, stroomt de water het achterliggende land in. En neemt benedenstrooms de belasting af. Nou, die systeemwerking die laat hier dus al zien dat als je dat meeneemt, dat het behoorlijke effecten kan hebben op je waterveiligheid. Hier is het toegepast op riviersystemen, maar ik wilde dat eigenlijk doen op boezemsystemen. Waarom is dat nou afhankelijk? Ik noemde het net al. Het kan een behoorlijke invloed hebben op je waterveiligheid en op je beeld van het waterveiligheid. En mogelijk leidt dat tot minder onnodig conservatisme in je veiligheidsbeoordeling en minder afkeuren van dijken. En op die manier kun je ook doelmatiger je middelen inzetten, dus je geld, je materieel. Maar daarnaast zorgt het ook dat je systeemmaatregelen kan toepassen en beter de effecten van die systeemmaatregelen kan onderzoeken. Om dat te doen is echter wel een omschakeling nodig van het denken op dwarsdoorsneden niveau. Dus nu kijken we vooral naar dijkvakken en dwarsprofielen. Maar je moet eigenlijk wat verder uitzoomen en kijken naar het hele systeem. Ik noem hier al systeemmaatregelen. En dan komen we op de BWO-kering. Dat is waarom ik hier ook vandaag wat mocht vertellen. Ik kijk in mijn onderzoek naar een locatie waar ook een
een BWO-kering aanwezig is. Dat is deze, de Berkelse Zwet. Dat ligt binnen het gebied van Delfland. En je ziet hier, het lijkt een beetje op een van de voorbeelden van Pieter Jan net, een kraan met daaraan stalen schotbalken die in het geval van een bres in het water geplaatst kunnen worden. Met als doel het beperken enerzijds van de gevolgen van de overstroming. En daarnaast ook het in stand houden van de rest van het boezemsysteem. Komen we tot de doelstelling, dus waar wil ik nou met mijn hele verhaal en met mijn onderzoek naartoe? Dat is een methode ontwikkelen om de afhankelijkheid van hydraulische belasting, dus die systeemwerking waar ik het over had, binnen een boezemsysteem in beeld te brengen. En nou ja, om dat te doen moet je natuurlijk ook goed begrijpen hoe zo'n boezemsysteem werkt. En je kan daar verschillende modellen voor gebruiken. Daar ga ik het verder niet over hebben nu. Maar wat belangrijk is dat je moet weten hoe ziet mijn systeem er nou uit? Hoe zien de polders eruit? Wat voor gemalen heb ik? En hoe reageert dat hele systeem op neerslag? En wat gebeurt er als er een bepaalde neerslaggebeurtenis plaatsvindt? Tot wat voor waterstand leidt dat nou? Nou, als je modellen hebt die dat goed kunnen voorspellen, dan kun je dus ook extreme waterstanden voorspellen. En dat is belangrijk in het toetsen en beoordelen van je keringen, omdat we vooral kijken naar extreme situaties. Nou goed, ik heb een methode opgesteld die eigenlijk bestaat uit 5 stappen. Dat is, je begint met het definiëren van je systeem. Ik heb hier een plaatje van het boezemsysteem van Delfland. Ik kijk niet naar dit hele systeem, je ziet het al, het is heel erg complex. Ik ga straks inzoomen op een wat kleiner deel, dat laat ik zo zien. Als je eenmaal je systeem hebt, je weet hoe, wat je hebt in je systeem, hoe de polders eruit zien, hoe het systeem reageert op neerslag, kun je vervolgens de waterstand statistiek gaan bepalen. Dat is heel veel rekenen, heel veel modelleren. En met die waterstandstatistiek, als je die vervolgens combineert met faalkansen van je keringen, kun je faalkansen bepalen. En dat heb ik gedaan aan de hand van fragility curves. Ludolf vroeg me of ik even in 2 slides kon uitleggen wat fragility curves zijn. Ja, dat nee, wat je hier ziet is dus een fragility curve. En die laten als het ware de faalkant zien. Van hier, er staan 5 lijntjes, 5 keringen als functie van de waterstand. Dus op de x-as zie je de waterstand. Zie je de waterstand en wat bij die waterstand de faalkans is. Even een kort voorbeeld, kijken we even naar de faalkans van kering A, dus dat is dan de donkerblauwe lijn. Gegeven dat de waterstand 0,2 meter is boven NAP, wat is dan de faalkans? Nou, dat kun je als volgt opzoeken. Gewoon naar de volgende slide. Als we kijken naar de waterstand, 0,2 meter plus NAP, dan is de faalkans 0,32. Heel simpel. Het opstellen van die fragility curves is echt iets ingewikkelder, maar als je ze eenmaal hebt, dan is het heel makkelijk werken. Een andere belangrijke stap is natuurlijk het bepalen van de gevolgschade. Dat kun je doen aan de hand van een overstromingsmodel. Je hebt een breslocatie, er ontstaat een bres, er stroomt water die polder in en uiteindelijk kun je hele mooie overstromingskaarten berekenen. Die zijn dan weer input voor je schademodel. En uiteindelijk kun je dus de gevolgschade van een overstroming berekenen. Het uiteindelijke overstromingsrisico bepaal je door de faalkans te vermenigvuldigen met de bijbehorende gevolgschade. En dat is wat ik heb gedaan voor deze case. Ik heb mij beperkt tot de Schie en de Berkelse Zwet. En ik merkte al dat dit al best wel complex was. Dus je kan je voorstellen dat het hele systeem van Delfland, om dan systeemwerking mee te nemen, dat het een behoorlijke opgave is. Zover ben ik nog niet in mijn onderzoek. Dus ik laat nou dit systeem zien. En ik vond dit, we hebben deze locatie gekozen ook, omdat hier een BWO-kering aanwezig is. En zo kan ik dus laten zien wat het effect is van het meenemen van die BWO-kering in je veiligheidsbeoordeling. Ik heb hier een aantal keringen heb ik
een letter meegegeven. Dus de A die ligt aan de westkant van de ski. B1, B2, C en D. Dat is zodat je straks wat beter de resultaten begrijpt, hoop ik. Dus de ski en de Beukelse zwet. Heb ik het hele stappenplan doorlopen. Dus ik had een model. Lieten we neerslag opvallen. Dat leidde tot verschillende waterstanden. Die hebben we vervolgens gecombineerd met de fragility curves. Zodat we de faalkansen konden afleiden van alle keringen. En met de overstromingsmodel en het schademodel hebben we de gevolgschade bepaald. En uiteindelijk het overstromingsrisico. De fragility curves zien er zo uit. Ik moet er gelijk even bij zeggen dat de resultaten dus niet een compleet beeld geven van hoe de situatie echt is. Want ik heb alleen naar hoogte en overlopen gekeken als faalmechanisme. En dat was om het nog behapbaar te houden en meer omdat ik hier de concepten wil laten zien. En dus zo heb ik dat gedaan. De frequentielijn van de waterstand, de overschrijdingskans. En dat leidt dus tot deze resultaten. Je ziet hier op de x-as de verschillende keringen. En in het rood het niet meenemen van de systeemwerking. En in het groen wel meenemen van de systeemwerking. En wat heel erg opvalt, is dat de faalkansen, als je wel systeemwerking meeneemt, van sommige keringen bijna naar nul gaan. Ze zijn er wel, maar ze zijn heel erg klein. En dat komt omdat er gewoon in je systeem, in dit systeem tenminste, één zwakkere schakel is. Dat is de kering hier met de hogere faalkans. Mocht het water nou in de boezem zo hoog staan dat die kering gaat overlopen, dan gaat die kering dus ook als eerste falen. En wat je niet mee kan nemen als je naar individuele dijken kijkt, is dat als je een heel systeem hebt met één kering die lager is dan de rest, dat die in principe als eerste gaat overlopen en gaat falen. En als je dat meeneemt, dan zie je hier dat de faalkans hier misschien wel gelijk blijft, maar dat je andere keringen een stuk veiliger zijn dan we in onze huidige manier van denken meenemen. En dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor je overstromingsrisico. Kansman-gevolg. Komen op deze overstromingsrisico waar je faalkans hoog is, is in dit geval ook je overstromingsrisico erg hoog. Maar het meenemen van de systeemwerking, nogmaals, de getallen zijn indicatief omdat ik het niet een compleet beeld geef, omdat ik niet alle faalmechanismen heb meegenomen. Maar je ziet hier toch dat het meenemen van die systeemwerking een behoorlijke reductie in je overstromingsrisico geeft. En heb ik daarnaast nog eens gekeken wat er nou gebeurt als je na het ontstaan van de bres ook nog die BWO-kering sluit. En dan neemt de gevolgschade af. En dus ook neemt je risico nog verder af. En dat zie je hier terug. Even naar de vorige slide. Dus je ziet, als we met onze huidige manier van toetsen kijken naar het systeem, komen we in dit geval op een jaarlijks overstromingsrisico van 1,1 miljoen. Maar door gewoon anders naar het systeem te kijken en ook mee te nemen dat we die compartimentering in kunnen zetten, die ligt er al, dus je verandert in feite niks aan het systeem, komen we op een veel lager risico. Dus mijn conclusie is eigenlijk het meenemen van die afhankelijkheid in een hydraulische belasting, dus die systeemwerking, die kan een aanzienlijk effect hebben op je overstromingsrisico. Daarnaast kan ook het compartimenteren, dus het inzetten van BWO-kering of andere compartimenteringswerken, een aanzienlijk effect hebben op het overstromingsrisico. En de methode die ik jullie in mijn praatje heb laten zien, die maakt het dus ook mogelijk om die effecten te laten zien. En ook te laten zien wat de effecten zijn van het toepassen van een systeemmaatregel zoals het sluiten van de BWO-kering. Dan wil ik afsluiten met een aantal aanbevelingen. Ik heb nu gekeken naar één locatie. Ik heb ook niet alle mogelijke faalmechanismen meegenomen. Dus op dat vlak moeten we nog het een en ander verbeteren. Uitgebreider onderzoek met meer faalmechanismen, maar ook meerdere locaties van BWO-keringen. Moet ik even weer terug schakelen naar de vorige presentatie van Pieter Jan. Die liet een aantal kaartjes zien met waar verschillende BWO-keringen liggen. Dat zijn er behoorlijk veel. Als je die graag in wil zetten, dan is het natuurlijk ook een vraag, liggen die de huidige BWO-keringen, liggen die op de optimale locatie? Dus daar zou je
ook nog een beetje in kunnen variëren. En kijken, misschien moeten we dit nou onderhouden? Heeft het nou voldoende effect? Moeten we het weghalen? Of moeten we het misschien zelfs verplaatsen naar een andere plek? Nou heb ik gekozen of een bepaalde sluitingstijd voor die compartimentering aangenomen. Je zag al dat het met de hand moest via een kraantje schotbalken plaatsen naar een bres. Dan heb je behoorlijk hoge stroomsnelheden. Dus dat kan best lastig zijn. Helemaal als het ook nog hard regent en hard waait. Dus er zit wel ook een onzekerheid in die sluitingstijd. Die zou je mogelijk kunnen verkleinen door alles volledig automatisch te doen. Of door bijvoorbeeld heel veel te oefenen. Ja. Dat was het. Bedankt Stefan voor je uiteenzetting. Want daarmee kunnen we misschien een deel van de VWO. Sorry, ja. Pardon. Zijn er nog vragen? Wat ik heb Ik raak ook door. Maar dit is misschien wel een onderwerp wat aanleiding is om daar misschien toch nog eens een vraag over te stellen als die ook weer iemand op de lippen brandt. Je bent de eerste die erop met een vraag. Een vraag. Jij kijkt nu naar de faalkans en dat is vooraf, hè? Ja. Maar een BWO is ook iets met calamiteiten. Dat aspect, ga je dat nog in onderzoek verder meenemen, zeg maar? Want het wordt natuurlijk een calamiteit. Als je in gaat zetten, wordt het een beheermaatregel. En dan krijg je de vraag, ga je een beheermaatregel, ga je die ook gebruiken om een bepaald veiligheidsniveau te halen? Want ik zou me voor kunnen stellen dat je daarmee een veiligheidsniveau van je systeem kan halen. En dan gaat het sommetje er denk ik toch nog weer nog anders uitzien, zeg maar. Is dat nog een vervolgstap in je onderzoek? Doe je dan dat er ook nog, dat je moet zorgen dat de kans dat die BWO-kering sluit? Nou, we zijn een aantal raadschappen met zandzakken bezig. Hè? Dat is nu een soort calamiteit-ding. Maar als je er echt in gaat zetten om een bepaald veiligheidsniveau te halen, dan kan je een faalkans hebben op hoe je zandzakken legt, zeg maar. Ja. En dan breng je de wereld van de beheerder met de wereld van de toetsing of van de ontwerper bij elkaar. En nu zit jij nog helemaal aan het beoordelen, aan de faalkans, dat is aan de voorkant, bij die norm die het is. Maar het kan best wel zijn dat jouw systeem daardoor veiliger wordt en dat je ook nog heel netjes kan uitrekenen hoe veilig het wordt. Ga je de slag ook nog maken als zeg maar wetenschappelijk... Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Ja. Maar ik denk dat het dan heel interessant wordt, hè? Want heb je aan de voorkant in dat hele normen en toetsen gebeuren geen genoeg voor. Maar je kan ook die inzet van de beheer, kan je gaan beoordelen en daar een waarde aan toekennen. Dat is ook zo. Dat is ook zo. En ik denk de waterschap ook. Met deze Boevenhaga, wij hebben ook een aantal BWO-keringen. En een aantal zijn sluisdeuren die met de hand dichtgedraaid kunnen worden. Maar eigenlijk zijn die dingen ontworpen om in redelijk stilstaand water te sluiten. Stel dat je een echte dijkdoorbraak hebt en het water echt stroomt, heb je dan gegevens of de klap die die deur krijgt en dat hele fundament dat daar ligt krijgt, of die kracht kan hebben? Want dat is echt wel essentieel. Het is een beetje flauw als je hele kunstwerk meestroomt. Nee, daar zit hij ook dicht. Dat is inderdaad een belangrijke aan. In mijn onderzoek ik ben niet zo thuis in kunstwerken. Dus ik focus mij vooral op de overstromingsrisico's, maar dat is wel een belangrijk aspect. Waar ik zelf niet naar ga kijken, maar waar misschien wel iemand anders naar zou kunnen kijken. Je laat zien dat de schade van 1,1 miljoen naar 5 ton zakt. Hoeveel instroomtijd heb je dan meegenomen? Hoe lang stroomde het water totdat je het dicht had? Ik heb nu een sluitingstijd gehanteerd van 6 uur. Dat is volgens mij vrij optimistisch ook nog. Ja, dat is wel. Ja. Is dat voor 1? Of is dat voor 2? Nee, ik heb alleen een kaartje zien, dus ik heb alleen naar dit systeempje gekeken. Ja.
Dan een vraag over dus, die faalmechanismen, die faalkansen en zoiets. En vaak komt veel weer voor piping en zoiets. Heeft u dat ook meegenomen? En een tweede is die ringsloot die achter de dijk ligt. Als je die wat hoger zet, dan heb je veel meer druk eigenlijk op de boezemkade van binnenuit. Komt dat ook in uw verslag naar voren? Of? Nee, dat zit er nu niet in. Dus nee. Ik liet net al zien dat ik heb om het. Om het uit te kunnen leggen en behapbaar te houden, heb ik alleen gekeken naar overloop nu. Maar het is wel de bedoeling om in de toekomst ook daar macrostabiliteit en piping ook in mee te nemen. Ja. En zou het ook kunnen zijn dat de waterschappen dan, gezien dat u zegt van alleen B2 telt eigenlijk als water, dat ze alleen daarop focussen om te zeggen van dat eigenlijk het zwakke punt is van polder. En dat ze makkelijker dat onderzoek naar die op geen polders en geen dijken en zo bekijken. Want dan kunnen we direct waar het grote risico natuurlijk zit. Ja. Dat zou zeker wel kunnen zijn. Ja, dat klopt, maar dat heb ik hier niet laten zien. Maar een andere kant van de medaille is dat als je één zwakke schakel hebt in je systeem, dan is de rest natuurlijk iets veiliger dan die zwakke schakel. Maar ga je die zwakke schakel versterken, heeft dat ook weer gevolgen op de rest van het systeem. Dus. In dat geval moet je dus niet alleen nadenken over het versterken van die ene dijk, maar je moet ook gaan kijken naar wat heeft dat nou voor effecten op de rest van het systeem. En is het dan nog steeds doelmatig om dat te doen? En dat kan dus met de manier die ik hier heb laten zien. Dat was nog een vraag? Ja, ik had een opmerking. Van mijn collega Kees, ik kom hier altijd van ook ergens op. Ik hou een beetje onderhoud van gemalen en stuwen ook. BDO-objecten. Ik noem ze in ons onderhoudsbeheersysteem trouwens ook BDO als code. Dat geeft ze een code om het onderhoud te kunnen genereren. Voor de monteurs, bij een opdrachtbon, geprobeerd BDO. Maar het historisch besef is natuurlijk wat verdwenen. Ik, in plaats van bescherming op basis terwijl ik in de oorlogstijd noem ik het boezemwaterobject. Dat blijft hier nog voor jou. Het spreekt weer aan en het is kan verkopen. Een afkorting moet ook een betekenis hebben. Dat is een werkingsinstituut. Dus ik geef het even mee. Ja, dat is ook leuk. En nog een tweede opmerking van wat Kees zei over het met kracht sluiten van de boezemwaterobjecten. Wat hier eigenlijk onderlicht is en ook in de vorige presentatie zag ik een foto van wat de presentatie noemde het een schuif, maar het was een tol. Dat goed kon zien hoor. Ik heb niet goed kunnen zien, maar het was gewoon een tolder met een scharnierpunt in het midden. En dat zijn naar mijn optiek de meest ideale boezemwatercompartimenteringsinstallaties. Want die zijn ook zo ontworpen, een soort vliegtuigvleugel. Ja, je zou eigenlijk een plaatje moeten zien, maar ze werken met een verticale as. En die sluiten dan de helft, zijn normaal iets voor de helft van het kunstwerk doorvaren. Dus ze sluiten, ze zijn normaal open en ze zijn voorstellen vlak bewegen ze. Maar door de stroming, door de vorm, sluiten ze juist heel licht. Ze sluiten met geen stroming, zwaarder dan met stroming. Dat herken ik een tolder. Ja. Dus zou dat eigenlijk samen een aanbeveling zijn om te kijken wat is nou de ideale. Nou, als je kleiner water lopen, het heeft ook grote beperking. De kleinere kanalen is bij ons de ideale oplossing. Ja. We hebben al een paar keer als met vervuiling en zo'n ding gesloten. Een hobby. Van heel moeizaam met betonwanden, met big bags, met een brug afgesloten om een vervuiling in te blokken, bij een brand was het geloof. Aan de andere kant, zei ik hem, daar hebben we ook een BDO-kering, een boezemwaterobject. En die hadden we in no-time dicht. Ja. Nou, even een slinger draaien en het was heel licht. We testen ze ook elk jaar, 1-2 keer. Het zijn in mijn idee, het is hier een beetje onderbelicht, de top. Dat slaat er dus niet met een klap dicht, dat gaat heel geleidelijk en snel. Maar één band te bedienen, dat zou ik heel Verder geen vragen meer, dan sluit ik dit even af.